Ik ben Marco Passors. Ik ben directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. En dat moet ervoor zorgen dat we op Zuid net zo goed naar school gaan en net zoveel aan het werk gaan als in de rest van de stad. En ik kom hier om kennis te maken met de schakel en met de kinderen die daarop zitten en de mensen die daar werken. Woont u in Rotterdam? Zo ja, hoe lang al? Ik woon in Rotterdam sinds 1983 en ik woon nu op Zuid, op de Randweg. Kunt u iets vertellen over uw passie en hobby's? Ik vind mijn werk heel erg leuk. Zorgen dat mensen hier het net zo goed doen als in de rest van het land, dat vind ik heel belangrijk. Volgens mij kan dat ook, maar dan moeten we wel een paar dingen anders doen. De overheid en de mensen, dat is hun passie. En ik hou heel erg van auto's. Dus ik lees heel erg veel autoblaadjes en dat slaat allemaal nergens op. Maar dat doe ik heel erg veel. Wijkcentrum Arad en Zeemuil moet eigenlijk dicht, maar met vrijwilligers wordt het opengehouden. Wilt u hen en ons helpen dat dit pand open blijft? Ja, dat vind ik een hele lastige vraag, want je kunt je geld maar één keer uitgeven, hè, en er moet bezuinigd worden. En wat we heel erg belangrijk vinden is dat er voor mensen in de wijk goede plekken zijn om naartoe te gaan. Maar wat zij het allerbelangrijkst vinden is dat zoveel mogelijk aansluit op het dagelijks leven. En daarvoor hebben we gezegd van als het via de school kan en er kunnen op school dingen georganiseerd, dan is het eigenlijk zonde om daarnaast in de wijk ook nog andere gebouwen open te houden. Wat vindt u van ons kinderpersbureau? Dat vind ik hartstikke leuk. Ik vind wel dat jullie hele slimme vragen stellen. En ik vind het ook heel leuk om dat jullie mij de eer gunnen om vragen te beantwoorden. Dus ik vind het echt een heel erg goed idee. Wij gaan mensen portemonneetjes aanbieden die we van melkpakken hebben gemaakt en met weetjes erbij. Ons doel is dat mensen niet meer zoveel afval op straat gaan gooien. Een banaan of sinaasappel blijft 1 tot 3 jaar liggen. Let's go! Mogen we u wat aanbieden? Waar wacht dat? Wist u dat kauwgom wel 25 jaar op de grond kan liggen? Nee, dat wist ik niet. Ik wist niet dat het zo lang was. Ja, dank jullie wel voor het mooie cadeau. We doen dit omdat we de wijk schoner willen hebben. Een banaan of sinaasappelschil blijft 1 tot 3 jaar liggen. Jeetje, wat goed dat jullie dit doen. Nou, hartstikke bedankt. Wist u dat sigarettenpeuken wel 2 jaar op de grond blijven liggen? Dat is lang, hè? Heel lang. Dus ik wist ook niet dat het zo lang blijft. Je bent milieubewust, hè? Goed. Ga ze door, zou ik zeggen, hè? We gaan vandaag de boswachter van Hertenkamp interviewen van Carnissa. Ik ben Johan van Rennen en ik ben boswachter bij de gemeente Rotterdam. En dit is één van de 3 hertenkampen die ik mede met mijn collega's verzorg. Wat doet u zelf bij het hertenkamp? Wij verzorgen dat met 4 collega's, maar 1 van de 4 komt zeker elke dag voeren en kijken of alles gezond is en of de hekken nog in orde zijn. We halen het plastic weg wat erin gewaaid of gegooid is, want herten eten plastic op en dan gaan ze op den duur dus dood aan. Waarom staan er dan geen borden met verboden plastic? Dat hebben we diverse keren geprobeerd, maar dat wordt gewoon weggehaald door de mensen. Dat is het rare. Hè? Je hebt mensen die hier in het hertenkamp komen, die ook dieren meenemen voor zichzelf. Dus ook alle verbodsborden weghalen. Hoe bedoelt u dieren meenemen? Nou, er zijn mensen die vinden het leuk om thuis kippen te hebben. Dus die nemen gewoon kippen hier vandaan mee en dat soort dingen. Die herten krijgen ze nooit te pakken, dus dat gaat niet lukken. Als het winter is, zijn de herten dan ook buiten? Ja, die willen niet naar binnen. Die hebben een vacht, weet je wel, de vacht gaat mee. In de zomer hebben ze een zomervacht en zometeen als het najaar wordt, krijgen ze een hele dikke vacht. Dus ja, dat zijn ze helemaal gewend. Wat eten de herten en wat mogen ze niet eten? Zelf geven wij schapenbrokken. Daar zitten eigenlijk alle vitamine en benodigde mineralen in wat ze nodig hebben.
En voor de rest eten ze gras. En we hebben ook een dingetje daar binnen staan met waar hooi in zit. Dat is voor de ruwe celstof die ze nodig hebben. En voor de rest eten ze heel graag brood. Daar zijn ze gek op. Maar ze eten ook fruit en sla en nou, al dat soort dingen. Zeg maar groenten, alle soorten groenten. Hallo, ik ben Faria van het Kinderpark Pierre Cornisse. We zijn vandaag op bezoek bij Heiplaats, de Klaver. En we gaan zwerfafval opruimen van straat. En we zijn hier bezig. Hallo mevrouw, hoe heet u? Nou, mijn naam is juf Ketty. En ik geef toneel en recyclingles op de Klaver Heiplaat. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, wij hebben de neiging om afval overal maar te gooien. En dat is zonde voor het natuur. En het is ook niet zo'n vrij gezicht. En dan tweede, als wij meer aan recycling doen, dan kunnen we meer energie creëren met weinig geld. Wat vind je van dit? Leuk om te werken. Wat vindt hij hier niet goed aan? Nou, dat er heel veel plastic ligt en heel veel blikjes. Ik heb heel veel wietzakjes gevonden. Kijk, allemaal van die wietzakjes liggen hier. Ja, dat is ook waar Walid zich zo zorgen om maakte. Hè? We staan hier zo met Walid. Walid maakte zich zorgen omdat er drugs was. Walid, waarom was je zo in paniek? Omdat er waren te veel wietzakjes op Heiplaat. Dus, en dat, daar maakte ik me zorgen omdat er veel te veel mensen dronken werden. En ook dat ze gek worden van die wiet en zo. Hoe lang gaat het opruimen van zelfafval duren eigenlijk? Wij zijn hier een paar jaar mee bezig en we hopen hier lang mee door te gaan. Mij betreft gewoon blijven goed werken om iedereen te leren gooi afval waar het hoort. Yeah.